Goedemiddag, u spreekt met Movira. Wat is het voor een kluis? Ja, dit was vroeger de directiekamer. En hier waren de stukken van de directeur en volgens mij ook de kas en zo aanwezig. Ja, en nu is het meer een verzameling van alle oude stukken, zeg maar, vanuit die tijd. Ja. Oh, ja. Oh, hier zie ik een nom. Kijk, nog baby's. Ja, hier waren baby's, omdat het een tehuis was voor ongehuwde moeders. En ongewenst zwangere meisjes eigenlijk. Ja, die werden hier opgevangen en kwamen door het hele land hier naartoe om te bevallen. Ja, en om niet thuis te zijn eigenlijk, hè? Want het was een schande om ongehuwd zwanger te zijn in die tijd. Over welke tijd hebben we het? We hebben het over 1967 is dit officieel geopend. De Paula Stichting komt officieel uit Utrecht. Daar hadden ze een pand in de stad. En dat werd klein. En toen zijn ze gaan zoeken en vonden ze dit terrein in Oosterbeek. Wat is dit voor kamer? Het archief van met name dossiers van de Paula Stichting. Dus dat is dan vanaf 1960, als ik het uit mijn hoofd goed zeg, dat de dossiers hier nog bewaard zijn. En eigenlijk gaan alle dossiers, als je dan die periode van 1960, 1980, ja, zo'n beetje 20 jaar, gaan met name over vrouwen die dus hier bevallen zijn en meestal hun kind hebben afgestaan. Mensen kunnen altijd nog hun dossier inzien. Alsjeblieft. Dankjewel. Dat wat mensen hier zoeken, als je dat kan geven, dat is van zo'n groot emotioneel belang voor die mensen. Het is maar papier, zou je kunnen zeggen, maar het is natuurlijk veel meer dan dat. Er staan wel een paar dingen in die ik nog niet wist en dat is wel grappig. Want ik ben door mijn adoptieouders gedoopt onder voorbehoud. En blijkt dus dat ik hier ook inderdaad al gedoopt ben. En dat wisten we niet. Was er gewoon veel minder om zo'n kraamkliniek te hebben. Maar dat daar in plaats natuurlijk veel meer aandacht was voor huiselijk geweld. En dat dat echt een nood werd. Dat daar een plek was waar vrouwen naartoe konden. Omdat vooral toen de tijd vrouwen echt heel erg afhankelijk waren van hun man. En echt niet zomaar weg konden. En eigenlijk, nu dus ruim 40 jaar later, is die nood er nog steeds. We vangen hier slachtoffers op van huiselijk geweld, vrouwen en hun kinderen. En ook slachtoffers van mensenhandel worden hier opgevangen. Dat zijn slachtoffers van gedwongen prostitutie, maar bijvoorbeeld ook arbeidsuitbuiting. Wij krijgen eigenlijk allerlei soorten vrouwen binnen. Het zijn Nederlandse vrouwen, het zijn vrouwen van buitenlandse afkomst. Eigenlijk alle landen van de wereld, maar
merendeel bijvoorbeeld Marokkaans, Turks, maar ook Syrisch en Eritrea. Goedemiddag, met Van Hulpleden bij Movira. Ik zit hier samen met mijn cliënt. Kunnen jullie even kijken of we elkaar kunnen verstaan? En het zijn natuurlijk met name vrouwen die minder netwerk hebben en ook minder financiële middelen. Want als jij voldoende geld hebt, dan ga je wel naar een hotel of zo. Dan ga je niet in de opvang zitten. En jij morgenochtend, hè? Naar de andere school. Doei. Ja. Nou ja, kijk, voor spoed zijn we altijd bereikbaar. Ik vond het leuk om met kinderen te werken. Ik kreeg die kans hier en ik kon hier beginnen, 15 jaar terug zo'n beetje. Wat ik in mijn geval hoofdzakelijk doe is gewoon het aandacht hebben voor het kind. Het onschuldigen van wat ze mee hebben gemaakt en dat er ook ruimte voor is, dat er voor gevoelens. Want ze komen uit een onveilige situatie en ik creëer een veilige situatie dat er ook ruimte voor gesprek is. Wat je zegt, hè? Nou, je wil heel graag weer aan het werk en goed Nederlands praten, maar je wil ook graag een huisje. Maar wil je daar alleen gaan wonen? Hoop je nog op een man? Hoop je nog dat je bij je oude man terug kunt? Met wie wil je daar gaan wonen? Hoe wil je daar gaan wonen? Dat is genoeg voor mij. Ik wil alleen wonen. Toch? Heel rustig. Nee, dus eigenlijk wil je gewoon een leuke baan, goed Nederlands leren praten, veel contact met je kinderen, ja. Maar je wil geen nieuwe liefde meer. Nee, nooit. Nooit. Genoeg. Nee, ja. Mijn belangrijkste werk is natuurlijk gewoon de vragen van vrouwen beantwoorden en zorgen dat ze hier hun verhaal kwijt kunnen, hun vragen kunnen stellen, op een goede manier de dag doorkomen. Maar dat doen we ook door heel veel op de groepen aanwezig te zijn. Dus wij lopen, ik loop meerdere rondjes op mijn dag. Wij gaan op bezoek, we maken praatjes. De afgelopen jaren zijn we druk bezig geweest met nieuwbouwplannen. Eerst het zoeken van een locatie. Het was best een hele zoektocht. Die hebben we gevonden in Arnhem-Zuid. En uiteindelijk hebben we met een architectenbureau deze nieuwbouw ontworpen. De reden dat we wilden verhuizen is dat er uit veel onderzoek en eigen ervaring is gebleken dat vrouwen in crisis ook behoefte hebben aan een eigen privéruimte, een eigen slaapkamer, woonkamer, douche, wat nu in de oude locatie in Oosterbeek er allemaal niet is. Dat hebben we in de nieuwbouw wel voor mensen. En tegelijkertijd zitten er wel heel veel lotgenoten in het gebouw en is er ook heel veel ruimte en gaan we dat ook organiseren. Groepsactiviteiten om wel ook verhalen met elkaar te kunnen delen, waar vrouwen ook veel behoefte aan hebben en veel aan hebben. Net als we dat in Oosterbeek altijd hebben gedaan. Ik hou van dit gebouw. Ik vind het echt een gebouw. Het is natuurlijk gewoon oud en het is verouderd en het klopt allemaal niet meer. Het is super oud ingericht. Maar het is wel een gebouw wat heel erg past bij de stijl die in de jaren 60 en 70, zoals ze toen de tijd vormgegeven werden. Het is ruim, het stikt van de kleine hokjes, de kantoor, wat nu als kantoorruimte is.
En het ademt de hulpverlening. Maar het is ook goed dat we hier weggaan. Dat ze gewoon op een eigen appartementje krijgen. Wat meer privacy. Gewoon een betere ruimte. Want het is niet meer van deze tijd. Ja, zo mooi in het bos. Je ziet de eekhoorntjes over de parkeerplaats elke dag. En voor mijn gevoel echt een unieke plek. Het is enorm groot. En ja, zoveel je voelt de geschiedenis ook gewoon hier. De enorme tuin. De kinderen kunnen het zo lekker spelen hier, voetballen. Eeuwig zonde.